gaat dus gewoon om het aantal mensen, dus het percentage mensen wat onder je zit en het percentage mensen wat boven je zit. Op de schaal van 0 tot 100 staan we dichter bij Bill Gates of de bedelaar? Ja, de meeste deelnemers kiezen voor de middenmoot. Dat is lekker veilig en typisch Nederlands. Lopen jullie mee? Loop je ook mee? In vergelijking met miljardair Bill Gates voelen we ons allesbehalve rijk. Lopen jullie ook mee? Maar op wereldschaal zijn alle Nederlanders steenrijk. Zelfs al moet je rondkomen van een uitkering. Nou moeten we even opletten. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 60, 88, 89, 90, 91, 92. Ongeveer hier. En dat is best vermoeiend. En jullie zitten bij een trimclub, ik niet. Als er 7,5 miljard mensen op aarde zijn, dan zijn er ongeveer 7 miljard armer dan jullie. En dat weet ik zonder dat ik jullie precieze inkomens ken. Even kijken, als je 93, 92, 91, 90, 89, 88. Oké, dit is ongeveer een bijstandsuitkering in Nederland. Heeft iemand enig idee hoe dat kan? Waarom je al zo rijk bent in Nederland met zo'n 12.000 euro per jaar? Die mevrouw daar beneden die heel arm is, ja, daar zijn er miljarden van. Er zijn miljarden mensen op de wereld die leven van 1 euro per dag. Dus Nederland is een hartstikke rijk land, zelfs zo rijk... dat zelfs mensen die voor onze begrippen weinig geld hebben, al hierboven staan. Maar wat is nou het probleem? Jullie vergelijken jezelf alleen maar met deze mensen. Je gaat jezelf niet vergelijken met iemand die maar 1 euro per dag heeft, want die kent u niet. Hè, dat, ja, dus u bent allemaal, nou, u behoort tot de rijkste mensen ter wereld. Ik weet niet of dit een fijn gevoel geeft. Ja, zo opsteken, hè? Don't worry, be happy. Gefeliciteerd, jullie behoren bij de rijkste mensen van de wereld. Ja, dit liedje had geen betere intro kunnen zijn. Don't worry, be happy. Het is net door deze econoom echt onderbouwd ook. En ja, wat moet ik dan nog vertellen over armoede? Nou, ik ben trouwens Gert-Jan van Dommelen. Ik ben hier wel eens vaker, maar dan zit ik een beetje in die hoek. Ze duwen mij altijd in de hoek. En nu mag ik hier staan. Vind ik ook heel leuk. Ja, ik ben getrouwd met Marleen. Ja. Ja, die zit daar te stralen. En Christian en Shakira kennen jullie wel. En Daniel en Lianne zijn er ook bij. We zijn hier met ons gezin. En ik wil graag met jullie nadenken over armoede. Maar iets breder dan dat. Want armoede is een vorm van onrecht. En even kijken of we synchroon lopen. Waarom doe ik dat? Ik wil hier graag vanmorgen staan... omdat ik geloof dat ik een stem mag zijn voor diegenen die geen stem hebben. We hebben net het getal 7 miljard gehoord die armen zijn. Maar er zijn mensen die zijn extreem arm. En die hebben geen enkel recht van spreken. Ook in onze maatschappij is het zo, als je wat geld hebt, als je je zaakjes op orde hebt, dan heb je aanzien en dan wordt er naar je geluisterd. Heb je niks, dan moet je je mond maar houden. Ik wil graag spreken voor hen die weerloos zijn. En... over armoede gesproken. Wisten jullie dat Rotterdam jarenlang de armste stad van Nederland was? Ja, dat wisten jullie misschien wel. Nou, daar hoef je niet per se trots op te zijn, want jullie zijn ook nog eens ingehaald door Groningen. Maar armoede in Nederland, dat kan heel schrijnend zijn, daar wil ik niet makkelijk over doen. Maar je kunt altijd nog beter arm zijn in Nederland dan waar dan ook ter wereld. Want dan zijn er nog heel veel voorrechten, heb je nog heel veel privileges... die heel veel andere mensen niet hebben. En we hebben het gehoord in het filmpje, wij horen gemiddeld als Nederlander bij de 8% van de rijkste van de wereld. 8% rijkste van de wereld. Vandaag leven 750 miljoen mensen in extreme armoede. Dat is ongeveer 1 op de 10. En extreme armoede is door de Verenigde Naties gedefinieerd als... dat je moet rondkomen met een inkomen wat ongeveer 1,90 euro per dag is. Minder dan 1,90 euro per dag. Dan val je in de categorie extreem arm. En in die landen is het echt niet per se allemaal zo goedkoop om te leven. Dat denken mensen dan soms, ja, je hebt weinig inkomen, maar alles is daar ook goedkoop. Maar dat gaat vaak niet op. Met heel veel basisbehoeften, primaire levensbehoeften, die zijn vaak nog best duur. En als ik jullie zou vragen, vinden jullie dat wij er meer recht op hebben? Op rijkdom en eten, drinken, schoon drinkwater dan anderen? Denk ik dat niemand van jullie zegt, nee, ik
Wij hebben daar meer recht op. Wij hebben dat verdiend, of zo. Sommigen denken dat misschien wel. Ik heb het met mijn eigen handen verdiend. Maar je hebt niet gekozen waar je wieg stond, toch? Ik niet tenminste. Het staat hier al. Adem eens één keer in en uit. Daar gaan we. Ik maak dat heel graag heel erg concreet, want ik kan hierbij nadenken. Als ik in en uitadem, dan sterft er één kind in die tijdspanne aan een oorzaak die voorkomen had kunnen worden. Iedere keer als ik in en uitadem, dat zijn er 15.000 per dag. Dat waren er gisteren 15.000, dat zullen er vandaag 15.000 zijn en morgen weer. En overmorgen. En dat zijn gigantische aantallen. Dat zijn er, als je dat doortelt, ruim 5 miljoen per jaar. En dan hebben we het over een oorzaak die voorkomen had kunnen worden. En ik zou nog veel meer vormen van onrecht natuurlijk kunnen opnoemen. Denk aan de straatkinderen. Dat zijn er ook zomaar vandaag 100 miljoen. Die leven op straat. En wat gebeurt er met kinderen die op straat leven? Je wil er niet aan denken. De ergste dingen. Vandaag worden 250 miljoen broeders en zusters van ons vervolgd omdat ze in Jezus geloven. Ook onrecht. Maar ik wil graag vanmorgen stilstaan bij armoede. En ik wil de stelling in jullie midden neerleggen. Armoede is onrecht. En ik wil met jullie naar nog een filmpje kijken. En dat gaat over een gezin. Gewoon een gezin. Met 5 kinderen en die leven in extreme armoede. En daarna wil ik met jullie nadenken, wat zou God daarvan vinden? Het valt mij op dat heel veel mensen, ook als ze niet in God geloven, toch vinden als iets vinden van dit soort dingen en zeggen van ja, als God nou liefde is, waarom doet hij er dan niks aan? Ja, maar je gelooft er toch niet in God? Maar wat zou God daarvan vinden? Daar gaan we zo over nadenken. We kijken eerst naar het filmpje. With no money or education, many people who move to the cities from places like the jungle in India resort to borrowing money in order to survive. In doing this, they often end up in quarries, brick factories or sweatshops, trapped into bonded labor systems. The quarry worker comes to the quarry and he takes a big loan from the quarry owner. What he's paid is a meager amount. It is just 30 to 40 cents per day. And that will be very difficult for him to clear the loan. Initially, they don't realize that is a trap. So will he ever be able to live without being in debt? எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை சார் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை. Bonded labor is one of the most shocking outcomes of poverty. It enslaves people like Sanjeev and Shivama and their families. Their total debt amounts to only about $600, but they will never be able to pay it back. It'll be passed on to their children and their children's children. There's simply no escape. Thank you.
Sanjeev and his family work in the blazing heat, cutting, breaking and collecting the granite rocks. It's back-breaking work that can often result in injury. Quarry workers are being injured, and finally they are into a lot of problems. So if he falls sick, and again he has to take another loan from the quarry owner, and again the debt also gets raised day by day. If he is not able to work in the quarry because of his old age or ill health or injury, the quarry owners will not leave them. Their wife or daughter or son will be caught into this. என் சம்சாரம் விடுவாங்களா, நீ ஜல்ல ஒடிச்சாவது கடன் கட்டு பிடிச்சிக்கோங்க சார். உங்கள் வீட்டுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லை, உங்கள் வீட்டுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லை, நீ வசமாக இருக்கல, நீ வந்து ஒடிச்சு ஒடிச்சு நீ கடன் கட்டு, அப்புறம் பிடிச்சிக்கோங்க. வருத்தப்படுறதும் சார் வேறு எதுவும் இல்லை. எங்கள் பிள்ளைங்களாக இருந்தாக்கா நாலு பேர் கேவலம் இல்லாமல் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க போயிடுறாங்க, எங்காலும் மூட்டு ஏன் படிக்க முடியல, பணக்காரன் தான் முடிய மாட்டாங்க அது. அதனால தான் சரி எல்லாரும் படிக்கிறாங்களே, ஏன் நம்ம புரியுமா முடியுமில்ல அப்படின்னு, அதே கவலை தான், வேறு கவலை இல்லை. மற்றவங்கன்னா பணக்காரலாம் அந்த மாதிரில, யோ என்ன வேலை இருக்குது அப்படிங்க, அப்போ கெஞ்சி கிஞ்சி வாங்கிட்டு போனேன், வாங்கிட்டு போய் தான் நான் குடும்பம் பண்ணேன். அப்படி இருந்தால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்குங்களுக்கு, முடியாது திரும்பல. பணம் இருந்தால் எல்லாம் நிம்மதி தான், இன்னும் எதுவும் இல்லையே, திங்க சாப்பாடு வரல, அப்போ எப்படி நிம்மதி இருக்கு. Ask God for anything, what would you ask for? Mithai vaanam kelviya kadavul pa mithai ha enna cycle la naala ella sandoshama irukana enna endana panna idhe vela da seiyana paas endha mattum povom na adu apdi aagano illa na indha vela pannittu naanga eppadina apdi aagurda. Ja, wat zou God hier nou van vinden? God die deze wereld maakte met genoeg voor iedereen. Daar zijn ook de economen, alle wijze mensen het over eens. Deze wereld die brengt genoeg op voor iedereen. Niemand hoeft gebrek te lijden. Stel je eens voor, er komt een groot leeffeest. Nou, dat kan je wel voorstellen, want leef is echt zo'n uitbundige club, toch? Er komt een leeffeest en wat hier zo vaak goed geregeld is, is het eten. Maar dit keer is het helemaal top. Het is het grote leeffeest van het jaar. En iedereen heeft zijn best gedaan, alle communities, de tafels staan helemaal volgedekt. En ja, nu helaas niet, maar dat moet je even voorstellen. Er is gewoon meer dan jullie op kunnen. Er is genoeg voor iedereen. De buurt is uitgenodigd en er is echt gewoon genoeg. En dan komt er iemand van het leiderschapsteam, die komt naar voren met zijn meest christelijke gezicht. En die gaat danken voor het heerlijke eten. En vervolgens zegt hij,
Het leiderschapsteam gaat eerst wat eten en daarna mogen jullie. En dan gaan ze als een malle tekeer. Ze eten zich helemaal vol. Sommige dingen vinden ze wat minder lekker, die gooien ze op de grond. Dan trappen ze er nog doorheen. Er valt af en toe wat in de, wat ze niet lekker vinden van de borden af, gooien ze in de vuilnisbak. Ze worden een beetje losbandig, baldadig, ze gaan ermee gooien. En na een half uur zijn ze er helemaal klaar mee, zijn ze dik gegeten. En het was heerlijk. En dan zeggen ze, nou, leef, nu mogen jullie. En de rest gaat naar de tafels en wat blijkt, alles is zo'n beetje op. Wat zou je daarvan vinden? Jullie vinden het allemaal goed, hè? Wat een volgzame club zijn jullie. Ik denk dat jullie zouden ontploffen. En dat zou logisch zijn. Ik zou woest zijn. Als ik in Leef zou zitten, zou dat een goede reden zijn om te zeggen, nou, misschien moet ik toch eens naar een andere gemeente gaan kijken. Maar dat is wat er in de wereld gebeurt. God heeft genoeg gegeven voor iedereen. Hij heeft alle kinderen even lief, alle mensen even lief. Hij heeft ze met zorg in de baarmoeder geweven, zegt de Bijbel. En er zijn er ook vandaag weer 15.000, misschien wel 15.000 moeders die naar de hemel schreeuwen, Heer, mijn kind sterft. Doe er wat aan. U kunt het. Nou, laten we eens in het hart van de Heere God kijken. Ik wil graag met jullie een aantal Bijbelversen lezen uit Jesaja 58. En ik lees dat in de Bijbel in gewone taal. En dan lezen we dat de Heere God zegt tegen Jesaja, zo'n klein profeetje, een mensje. En dan zegt hij deze hele indrukwekkende woorden. Jesaja, je moet heel hard roepen. Houd jezelf niet in, maar schreeuw zo hard mogelijk. Laat je stem zo luid klinken als een trompet. Vertel de Israëlieten wat ze allemaal verkeerd doen. Volk van Israël, de Heer zegt tegen jullie, jullie denken dat jullie goed leven en trouw aan mij zijn, net zo trouw als andere volken aan hun goden zijn. Jullie zeggen dat jullie mij elke dag vragen wat ik wil. Jullie zeggen dat jullie mijn regels willen volgen en jullie zeggen dat jullie graag dicht bij mij willen zijn. Jullie zeggen ook, waarom ziet u niet dat we vasten? Waarom merkt u het niet als we ophouden met eten en drinken? Maar wat doen jullie op de dagen dat jullie vasten? Jullie gaan gewoon door met jullie eigen handel. Jullie dwingen de arbeiders om hard te werken en jullie maken ruzie. Jullie gebruiken zelfs geweld en jullie vechten met elkaar. Als jullie je zo blijven gedragen, luister ik niet naar jullie. Want dat is niet de goede manier om te vasten. En ik wil ook niet dat jullie jezelf pijn doen en alleen maar huilen en rouwen. Dat is niet de goede manier om mij te dienen. Nou, als je het zou vertalen naar deze tijd, dan was het volk van God daar heel goed bezig. Als je kijkt naar de buitenkant, het was allemaal op orde. Het was, ze deden hun rituelen. Alle regeltjes die God had voorgeschreven, die hielden ze. En wat dachten zij? Van nou, God ziet dat vast wel, dat we dat goed doen. En daar zullen we wel voor beloond worden. Maar het leek net alsof God dat helemaal niet zag. Dat voelden ze. Dus ze roepen naar God van, ja, waarom ziet u dat nou niet? En ja, ze meenden denk ik ook nog best wel oprecht. Alleen ze waren afgedwaald van het hart van God. Door de week hadden ze een heel ander leven dan op zondag, zullen we maar zeggen. Op zondag was het een mooi, strak, vroom gezicht. God, u bent alles voor mij. En op maandag onderdrukten ze andere mensen, renden ze de armen voorbij en vergaten ze wat ze op zondag beleden hadden. En dat is, ja, dat kan je misschien wel een beetje bij jezelf herkennen. Het is net alsof ze het geloof er een beetje bij deden. Nou, dat is lastig, want dat kan niet bij God. Je kan het geloof er niet bij doen. Je kan niet zeggen een beetje van Jezus en een beetje van mezelf. Dat gaat nooit werken. En dat is precies de aanklacht hier in Jesaja 58. God zegt, die godsdienst van jullie is geen dienst aan mij, maar het is een ritueel aan mij. Met de gedachte dat ik jullie ga dienen. Jullie willen dat ik jullie dien. Jullie zeggen als het ware, God, dit is onze weg. U mag erop meewandelen. En zegen ons dan maar. Nou,
laat ik eerlijk zijn, zo zit ik zelf ook wel eens in elkaar. Dat ik denk van nou, ik heb allerlei plannen en ik zou het ontzettend mooi vinden als God die zegent. En dan bid ik dan heel enthousiast voor. Maar we zouden moeten vragen, wat is uw wil? Wat is uw weg? Niet ik op de troon, maar God op de troon. En dat is de eerste confrontatie met onze God in dit gedeelte. Dat het blijkbaar zo kan zijn dat je heel druk bent voor God, voor de kerk, voor Leef, voor wat dan ook, voor allerlei goede dingen in je werk, op zich geen verkeerde dingen, maar dat je niet op het goede spoor bent. Dat je voor jezelf bezig bent. Dat je misschien een enorme kick krijgt van het samen dingen doen, wat ook heel gebruikelijk is en prima is natuurlijk. Zo'n kick kan je ook hebben als je samen sport, of samen biljart, of samen whisky proeft. Je kan allerlei leuke hobby's hebben. Maar de kerk kan ook een hobby zijn. Maar is dat wat God van jou vraagt? Wordt die vraag nog wel eens gesteld dat je zegt, zijn we bezig met de dingen die God van ons vraagt? En weet je, het raakt mij altijd diep als ik dit gedeelte lees, dat God zo tegen Jesaja spreekt. Dat hij zegt, Jesaja, je moet echt keihard roepen. God kan natuurlijk zelf uit de hemel roepen en kan zeggen, jullie moeten het anders doen. Maar hij moet een mens zoeken die zijn emotie vertolkt. En dan zoekt hij een man en dan, ja, Jesaja, zo'n nietig mannetje, moet dan heel hard roepen. En die emotie die God heeft overbrengen op het volk. Houd jezelf niet in, maar schreeuw zo hard mogelijk. Laat je stem zo luid klinken als een trompet. Nou, ik vind dat echt schokkend. Want als God zo spreekt, dan is er echt iets goed fout. Want hoe kennen wij de Heere God? Hoe heeft God zich bekendgemaakt aan Mozes? Ik ben de Heere, Heere. Ik ben geduldig, trouw, liefdevol. Dit is allemaal net in welke vertaling je het leest natuurlijk. Er gaan mij nu drie door elkaar. Barmhartig, goede tieren. Maar langzaam tot toren staat er ook bij. De Heere God is helemaal niet snel boos. Het is niet zo dat hij een driftbui heeft hier. Hij is tot in zijn, ja, hoe zeg ik dat? Tot in zijn tenen, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar hij is tot in zijn diepst van zijn hart geraakt. Hij is echt op zijn hart getrapt. De maat is vol. Jesaja schreeuwt het uit. En dat zou ons klein moeten maken. Dat moest het volk klein maken, maar die aanklacht, als we zo'n inkijkje in het hart van God krijgen, en we denken na over armoede, over onrecht, dan moet dit ons klein maken. Dan mogen we met ons gezicht plat op de grond gaan, bij wijze van. God was niet zomaar driftig. Waarom weet ik dat zeker? Omdat ook heel veel tijdgenoten van Jesaja, Amos, Micha, Hosea, die moesten ook deze boodschap aan het volk brengen. En Amos is ook heel duidelijk. Dat is een tijdgenoot van Jesaja. Hij zegt, ik weet hoe slecht jullie je gedragen hebben. Jullie misdaden zijn niet te tellen. Jullie maken het leven voor eerlijke mensen onmogelijk. Jullie laten je omkopen. Jullie geven arme mensen geen eerlijk proces. De Heer zegt tegen jullie, ik haat jullie feesten. Ik wil er niks mee te maken hebben. De offers die jullie brengen, wil ik niet. Al jullie offers, ik kijk er niet naar. Val me niet lastig met jullie muziek en liedjes. Ik wil jullie harpen niet horen. Zorg liever, het contrast, zorg liever dat er weer eerlijke rechters komen. Dat moet net zo gewoon zijn als dat er water door de Maas stroomt. Dus God wil zien dat het recht zijn beloop heeft. De boodschap is duidelijk. Stop met godsdienstige poppenkast. Doe niet alsof. Maar ga het anders doen zoals ik de Heer het bedoeld heb. Nou, hoe anders dan? Want er gebeurt natuurlijk ook heel veel moois, ook in Rotterdam. Er gebeuren heel veel mooie initiatieven. Ik verbaas me altijd, ik vind Rotterdam altijd wel een voorbeeld in nieuwe initiatieven. Pionieren gebeurt hier volop. Er zijn heel veel mooie dingen. Dus niet dat alles fout gaat. Maar het is wel goed om te weten van wat zit er nou in het hart van God. Als God zegt, ik wil dat het anders gaat. Wat zegt hij dan? Nou, laten we verder lezen. Jesaja 58, vers 6. Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd mensen die gevangen zitten. Maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij.
Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. En zorg goed voor de mensen om je heen. Nou, dat is best te begrijpen, toch? Heel vaak zeggen mensen, de Bijbel is een moeilijk boek. Nou, is het ook soms. Maar dit is goed te begrijpen. Je kan ook zeggen, Jezus is goed te volgen. Heel vaak is het best wel duidelijk wat God van ons wil. Het doen van gerechtigheid, recht zoeken, recht brengen, vraagt wel een offer. En dat maakt het misschien zo moeilijk. En daar was Jezus het ultieme voorbeeld van. Wat heeft hij geleden? En dat offer kan zijn een offer van tijd, een offer van geld, een offer van privacy. Een offer van luxe en misschien zelfs je leven. Nou, even praktisch. Bevrijd mensen die gevangen zitten, hebben we gelezen. Er zijn vandaag 27 miljoen mensen die op een of andere manier in slavenverband arbeid doen. Denk even aan Sanjeev, want in het filmpje. 27 miljoen. De slavernij is afgeschaft, maar er is nog nooit zoveel slavernij geweest als vandaag de dag. Er zijn seksslaven, er is prostitutie, kindslaven, kindsoldaten. En dan heb je nog de verslavingen. Er zijn allerlei vormen van gevangenschap. En God zegt, ik wil dat je die boeien losmaakt van die gevangenschap. Wat zouden wij daaraan kunnen doen? Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Nou, hoe kun je nou kinderen bijvoorbeeld bevrijden die jouw kleding maken? Als je graag bij de Primark winkelt, dan zou ik je willen vragen, hoe denk jij die kinderen te kunnen bevrijden die die kleding in elkaar zetten? Nou, het is voor mij een vraag, maar ik heb ook het antwoord. Het gewoon niet meer kopen. Zolang wij het kopen, blijft dat in stand. En ik weet waar ik over praat. Ik zit aan de inkoopkant, dus ik weet wat ik wel en niet moet kopen. Soms weet ik het niet precies. Ik zeg niet dat het helemaal zwart-wit is. Maar er valt wat te kiezen. En handel is altijd een verhaal van vraag en aanbod. Dus geen groot nieuws. Het andere is, wat je ook voor die kinderen kan doen, die onder erbarmelijke omstandigheden soms 12 uur per dag in de meest bizarre situaties kleding in elkaar sleutelen. Je kan ook het verhaal vertellen dat dit gebeurt. Dus spreek voor hen, dat is ook zoiets. Mensen moeten zich bewust zijn wat er gebeurt. En natuurlijk, ik ken ook bezwaren, want dan zeggen we, ja, maar die kleding is wel lekker goedkoop. En dat is waar. Dus dan heb je weer, misschien moet je een beetje offeren. Want moeders, vaders en moeders, zou je kind zelf willen laten werken in zo'n fabriek? Voor nog geen 2 euro per dag. Als je dat niet wil, nou, vul maar in. Ik wens jullie veel inspiratie bij het kopen van de zomerkleding de komende tijd. Ander ding, deel je brood met mensen die honger hebben. Nou, er staat niet, deel het brood wat je over hebt met mensen die honger hebben. Dat is nog niet zo moeilijk. Kijk, dit is mijn broodrommel. En nou is het zo, ik vind sommige mensen hier heel aardig, dus die geef ik iets. Jij krijgt niks. Nee, nou. Jou vind ik ook heel aardig. Ik deel mijn brood met mensen die ik leuk vind. Jou vind ik ook wel aardig. Maar jij krijgt niks. Nee, maar dit is precies dus wat er vaak gebeurt. Maar nee, dit is echt voor jullie allemaal. Dus ik geef hem rond, broeder. Maar je mag wel doorgeven. Dat is het idee van, ik heb brood, ben ik bereid dat te delen? Ben ik bereid het eten wat ik heb te delen met mensen die het niet hebben? Geef arme mensen een plek in je huis. Nou, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen. Eigenlijk is het de uitdaging van morgen ook op mij, maar ons allemaal. Willen wij opstaan tegen onrecht? En willen we creatief zijn in onze omgeving kijken van,
Wat kan ik daaraan doen? Wil ik zoeken naar gerechtigheid? Opstaan tegen onrecht. En ik weet zeker dat heel hoog gewaardeerd wordt. En dat weet ik omdat Jezus dat zelf heel sterk benadrukt. Je kunt dat lezen in Matthäus 25. Als het gaat over het laatste oordeel, waarin iedereen voor de rechterstoel zal verschijnen, dan identificeert Jezus zich juist met die armen, met die naakten. En wat zegt hij daar eigenlijk? Toen jij dat meisje op straat, wat het koud had, een trui gaf, toen kreeg ik het lekker warm. En toen jij die jongen die dorst had, een beker koud water gaf, toen leste dat mijn dorst. Hij zegt eigenlijk, dat heb je gewoon aan mij gedaan. Dat vind ik zo mooi. En weet je wat ik ook zo mooi vind aan dat gedeelte? Je hoeft daar geen theoloog voor te zijn. Je hoeft daar niet heel hoog begaafd voor te zijn. Je moet er niet heel veel skills voor hebben. Iedereen kan die dingen doen. Een gevangene bezoeken, een arme aandacht geven, een hongerige een boterham geven. Je moet het willen zien. Zien wij de mensen nog? En willen wij daar wat aan doen? En dat vind ik mooi, dat de Heer Jezus het zo dichtbij brengt. Dat wij iets kunnen doen, iets heel eenvoudigs, waardoor het geluk als het ware van de Heer Jezus toeneemt. Kan je dat voorstellen? Dat de Heer Jezus blij van wordt als jij iets voor een ander doet. Dan wordt het misschien vooral iets kleiner. Word je daar blij van of word je daar heel blij van? Als je zo'n kans hebt om iets te doen. God gunt ons dat. Dat geloof ik echt. Ja. Hij doet het. Goed. Ik ga afronden, want de tijd gaat door. Maar wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken vanmorgen is, er is heel veel onrecht. Er is ontzettend veel. Ja, het is zo groot, wij kunnen dat niet zien. Eigenlijk niet zien zonder een soort machteloos te worden. Maar ik wil je vanmorgen aandacht vragen voor wat ik dan zelf noem de onmacht van de Almachtige. Want God zoekt op dit moment naar mensen die zeggen, wie kan ik inzetten om iemand te troosten die het moeilijk heeft? Wie kan ik inzetten om dat arme kind te voeden? Om een kans te geven op een ander leven? Kijk, die familie die we net gezien hebben, die is gefilmd, maar die is ook geholpen. Omdat er iemand is die heeft gezegd, ik ga deze familie helpen. En die kinderen die eerst vast zaten in de steengroeven, die hebben een kans gekregen om te gaan leren lezen en schrijven. En daarmee een totaal ander toekomstbeeld gekregen. Het was bij het volk Israël niet anders. Toen ze onder de slavernij van Egypte bijna bezweken, riepen ze naar de hemel. Maar het duurde nog best wel even voordat God Mozes bereid had gevonden om te zeggen, ga nou maar, jij gaat het volk uitleiden. God gebruikt mensen. En dat is denk ik ook de oproep van vanmorgen. Gods antwoord op onrecht, dat ben jij. Dat ben ik, dat zijn wij. God gaat het met alle eerbied gesproken niet vanuit de hemel regelen. En in Rotterdam begrijpen ze dat. Het zijn geen woorden, maar sommigen begrijpen het. Geen woorden, maar juist. Geen woorden, maar daden. En dat staat ook gewoon in de Bijbel, want jullie dachten dat die uitspraak uit Rotterdam kwam, maar die is uit de Bijbel. Kijk, daar is die. Want wat zegt 1 Johannes 3? Stel dat een rijke gelovige ziet dat een andere gelovige arm is, maar heeft geen medelijden met die ander en helpt hem niet, dan blijft Gods liefde niet in hem. Dat is ernstig. Je kan niet je hoofd omdraaien en denken dat het tussen jou en God allemaal gezellig blijft dan. Dat werkt niet. De liefde van God gaat uit je leven. Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden, niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien. Geen woorden, maar daden. Nou, uit deze beker drink ik altijd. En er staat op, begin klein, denk groot. En dat wil ik echt
aan jullie meegeven. Want de problematiek is groot, maar denk groot, maar begin klein. Begin gewoon bij de eenvoudige dingen. Vraag die vrouw eens die altijd bij school zo alleen staat, is mee ergens naartoe, op de thee, op de koffie. Denk na over waar je kleding koopt en waarom je die koopt. Koop biologische producten. Ben ik nou heel erg alternatief aan het worden? Ja, hè? Nee, maar geef iemand te drinken die een glaasje water nodig heeft. Luister eens naar het verhaal van je collega. Nou, je kan het wel invullen. Bevrijd een kind van armoede door het te sponsoren. Dat maakt ook echt verschil, daar kan ik je ook heel veel over vertellen. Ga een gevangene bezoeken en deel je brood. En moeder Teresa zei, als je niet in staat bent om een miljoen mensen te eten te geven, geef er dan één te eten. Nou, dan wordt het iets meer behapbaar, toch? En als we dat met z'n allen doen, dan gaat er iets veranderen in je leven. En dat is de bemoediging waar ik mee wil afsluiten. Anders zou je denken dat het een soort somber is. Maar ik wil jullie echt enthousiasmeren hiervoor, want je wordt een gelukkige mens. Mijn mama, die heeft me altijd geleerd, wat je weggeeft, dat word je niet armer. Hier ben ik niet handig in, dat zien jullie al. Wat je weggeeft, dat word je niet armer. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Wat zeggen we, wat lezen wij in Jesaja 58 verder? Als je gaat leven en je gaat weggeven, dan zegt Jesaja, als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Nou, wie wil dat niet zijn? Dat je zo bent, dat je bent als de zon die stralend opkomt in de ochtend. En met mijn macht zal ik jullie overal beschermen. Als jullie mij roepen, zal ik antwoord geven. Als jullie om hulp vragen, dan kom ik jullie helpen. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. En dan volgen er allemaal beloften. Ja. Dit gaat niet goed. Ik zal jullie leiden. Als je dorst hebt, zal ik je te drinken geven. Ik zal jullie sterk en krachtig maken. Jullie zullen lijken op een tuin waar altijd water doorheen stroomt. Jullie zullen lijken op een bron waar altijd water uitkomt. En daar zijn wij voor bedoeld, mensen. Wij zijn bedoeld om te zijn als een bron waar mensen zich aan kunnen laven. Waar iemand die dorst heeft, in welke vorm dan ook, dorst naar aandacht, naar liefde, bij kan neer gaan zitten. En zo'n bron zul je zijn. Je zal niet uitgedroogd raken als je het leven gaat leven zoals God dat bedoeld heeft. Waarvan hij zegt, ik wil dat het anders gaat. Omkijken naar die ander. Nou, het is onze verantwoordelijkheid om recht te zoeken, recht te doen en onrecht aan de kaak te stellen. En het is niet onze verantwoordelijkheid wat een ander daarmee doet. En als jij mag leven vanuit de herstelde relatie met de Heere God, dan ga je ook iets voelen van zijn pijn. Ik heb in 2010 weer leren huilen toen ik de confrontatie met armoede ben aangegaan. En dat ik bij mensen thuis kwam waar ik gewoon niet van wist. Ja, armoede moet je ook ruiken, maar het was te erg. En ik heb weer sinds 40 jaar, nou niet sinds 40, maar ik heb jaren niet kunnen huilen. En ik geloof echt dat ik weer heb geleerd om Gods tranen te huilen. Want nogmaals, wat zou de Heere God van die armoede vinden die er ook vandaag gewoon plaatsvindt? Ja, we kunnen het hier ons gewoon niet voorstellen. Maar wij horen bij die happy few van die 8%. God aanbidden is niet alleen liedjes zingen. Het is ook zijn tranen huilen. Zijn pijn voelen. Denk groot, begin klein. Hoe kunnen wij bij Leef iets doen tegen onrecht, dichtbij en veraf? Waar mogen wij voor opstaan? Want als er één middel is wat God heeft om licht te verspreiden in donkere plaatsen, om dingen die krom zijn recht te zetten, dan is het wel zijn kerk. Zijn lichaam hier op aarde, dat zijn jullie. Want Gods antwoord op onrecht, dat zijn jullie. Hoe kan Leef bijdragen dat het recht gaat stromen als water door de Maas? We gaan luisteren naar een gebed.
wat Ilse en Paul voor ons zullen vertolken. En ik zou zeggen, bid dat in je hart mee, of luister. Mag je hem ook meezingen, dan zingen we het samen als een gebed. Misschien nog een keer vanaf het begin. Komt-ie. Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt. Als we mooie leugens horen en gemakkelijke onrustig, God, stort in onze tranen uit, mensen worden uitgebuit, weggestopt en opgesloten, zegen hen als wij hen trouwsten, stort in onze tranen uit. Steek in onze woede aan, om het onrecht te weerstaan. Geef ons moed om op te treden, laat ons vechten voor de vrede. Steek in onze woede aan. Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze krachten boven? Laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn. Want het is uw